opgekleed. Wij gaan namelijk in een heel tof bootje op weg naar Sedap. Echt een mega tof underground dinner. En wij mogen natuurlijk mee. Nou, denk ik dus vet origineel te zijn met, weet je wel, die pet en zo. Is het gewoon nog eentje. Ik ben de kapitein. Ongelooflijk man, echt. Gelukkig al in de hand. En we worden ook vergezeld door achter mij, kun je goed zien, de enige echte Heisenberg. Kijk even op een afstandje het evenement, want wat is nou precies een underground dinner? Nou, zoals jullie kunnen zien in de achtergrond, het is super gaaf, industrieel thema en we hebben een hele grote open keuken. Er wordt echt alle minuten naar gekookt met heel veel verse producten. Vanavond staat het helemaal in het teken van bier en spijs. Wat we eigenlijk natuurlijk kennen als wijn en spijs. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar wat is precies bier en spijs en wat is dan precies inderdaad die goede combinatie. Tijd voor de tweede ronde. Twee. Ziet er wederom top uit. Ik bevind me op dit moment een beetje in de keuken, want ik dacht ik ga eens even kijken hoe het met de jongens hier is. Zoals je kunt zien zijn ze best wel druk. Ik ga ze niet altijd veel lastig vallen, maar ze maken zich op voor de derde ronde. Het wordt een, hebben ze mij in vertrouwen gezegd, een zeer bijzonder gerecht. Dus wat hebben we tot nu toe allemaal gehad en wat sprong er voor jou zomaar uit? Nou, we zijn begonnen, wat zijn we? Acht gangen, we zijn nog bij vier. Ja, dit gaat heel hard. De gerst. Oh ja, de gerst en dan zat de runder toch op. Ben al. Ja, is dat toch op eigenlijk? Ja. Ja, die was denk ik had iets hoger smaak voor mij. Daarna hadden wij even steek tataar, oester. Ja. Die was heel erg lekker. Er zat een lekkere, pittige saus bij. Ik denk dat er een beetje ketchup in zit, een beetje worcesterij. Toen wordt echt de dingen van een steek tataar. Erg lekker. Daarna een runder en een bouillon van de tong. Die vond ik, oké, maar niet speciaal. Net hadden we een hele lekkere bloot gemaakt van gehakt. Ja. Met zweesrik en bloemmoeserie. Dat was echt smakelijk. Het is wel lekker. Ja, ik ben blij dat ik gekomen ben. Ik was bang dat het zo'n vegetarisch feestje zou worden. Ik denk, nou dan ben ik weg na twee gangen, hoor. Serieus. Het belangrijkste is wel het gezelschap aan tafel. Ik heb een hele leuke avond. Ik hoop dat jij het ook hebt. Ik ook. Ik zit ook bij jou aan tafel. Ja, daarom. Wat is dit nou? Gefermenteerde thee? Ja. Gefermenteerde thee. Proost.
zijn inmiddels al eventjes bezig en het is bijna tijd voor de kaas. Wat betekent dat het, we één gang verwijderd zijn van het dessert. Want ik kijk natuurlijk altijd een beetje uit naar het dessert, want aangezien je thuis nooit dessert eet, is dat natuurlijk juist des te leuker. We hebben echt een fantastische zangeres vanavond. Ze is echt heel goed. Het is echt mega gezellig. De tafels mengen zich helemaal. Iedereen is heel erg gezellig met elkaar. En we zijn al dik over de eindtijd heen. Wat eigenlijk alleen maar betekent dat het veel te gezellig is. En dat is nooit vervelend. Iedereen is nog lekker aan het napraten over deze superleuke avond. Want het eten was echt fantastisch. We hadden echt een waanzinnig goede zangeres. En al met al waren er eigenlijk alleen maar leuke mensen. Dus gezelligheid alom. Iedereen wordt nu zometeen in taxibusjes naar huis gereden. Dus ook nog eens een keer dat niet mensen drinken en achter het stuur gaan. Top geregeld. En volgens mij schreeuwt het gewoon om een underground dinnerparty 2.0. Het loopt langzaam leeg. Ze zijn aan het opruimen. Dat betekent dat wij ook langzamerhand richting huis gaan. Maar het was zo leuk. Fijn dat je 9 bier krijgt.